Ik ben Les. Hi. Hi, ik ben Senna. Hallo. Vandaag staan we bij de Young Impact Awards. Ja, en we gaan allemaal BN'ers ontmoeten. Femke Louise, Rieke Voeven, Hoederliefde. Hi. Hoe is het? Hoe is het? Goed met jullie? Ja, gaat goed. Alles goed met u? Zeker, zeker. Iedereen is enthousiast. Iedereen is hier ook voor een goed doel. Iedereen is hier met liefde gekomen. Ik vind het leuk, man. We zijn blij dat we hier kunnen zijn om een voorbeeld te geven aan de jongeren, de lieve kinderen, die ons altijd steunen in onze muziek. Het initiatief vind ik zo mooi, dat er zoveel jongeren zijn die impact proberen te maken, die iets terug proberen te doen voor de maatschappij. Wat heeft u vroeger gedaan om de wereld beter te maken? Papiertjes prikken van het schoolplein. Nee, ik denk niet dat ik vroeger echt een verschil gemaakt heb. Daarom wil ik nu dubbel zo hard te werken om vroeger goed te maken. Hoe ouder ik word, hoe meer ik zie dat als je iets voor iemand anders doet, dat je daar zelf ook energie van krijgt. Dat het niet alleen goed is in andere mensen, maar dat het soort van verslavend is. En hoe jonger je daarachter komt, hoe beter. Zodra kinderen of jongeren eindelijk wat zeggen, they get shut down very quickly. Maar ze kunnen zeker het verschil maken, want ze zijn de toekomst. De grootste tip die ik je kan geven is dat het allemaal hier zit. Als jij echt in jezelf gelooft en je gelooft echt dat je je doelen gaat bereiken, dan kan je dat. Ik vind het mooi dat je als kind denkt, goh, ik wil iets veranderen. En dan nadenkt over wat ga je dan veranderen. En daar iets samen mee doet en samen een verschil kunt maken. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ik heb er geen woorden voor. Het is zo mooi dat je deze prijs wint in zo'n energieke omgeving van mensen zoals jullie. Dit motiveert mensen ook om precies hetzelfde te doen als wat Teun heeft gedaan. En wat al die andere kinderen doen die gewoon de wereld beter maken. Ik denk dat dat de enige manier is om de wereld te veranderen. Als we gewoon al heel jong beginnen met mooie dingen doen voor een ander. Dan kan het uiteindelijk iets heel groots worden. Wat vindt u ervan dat kinderen verschil maken? Dat is een goede vraag. Ja, ik zeg je eerlijk, je kan niet vroeger beginnen, denk ik, om verschil te maken. Blijf geloven in jezelf en blijf vooral doen wat je leuk vindt en waar je liefde uit haalt. Ik denk dat dat heel belangrijk is.